De Rotterdammer Christian Lindemans was een verzetsman van het eerste uur. In de lente van 1940 werd hij al gerekruteerd door de Britse inlichtingendienst. En als vrachtwagenchauffeur voor de Duitsers kwam hij in Rijssel terecht in Noord-Frankrijk, waar hij actief werd voor het verzet. Hij sprak namelijk goed Frans en Duits en zelfs een beetje Engels. Hij zette een ontsnappingsroute op naar Frankrijk, maar ook in Nederland zelf was hij een spin in het netwerk van verzetsgroepen. Met zijn lange en brede postuur was hij een imposante verschijning en aangezien hij zeer gewelddadig kon zijn, kreeg hij de bijnaam King Kong naar de beroemde Reuze Gorilla uit de gelijknamige film uit 1933. Maar zelfs Lindemans had een zwakke plek en dat was zijn familie. Zijn broer en zijn zwangere vrouw werden in februari 1944 gearresteerd. Hij wilde er alles aan doen om hen vrij te krijgen en dat dreef hem in de armen van de Duitsers. Hij kwam in contact met Herman Giskus. Giscus was de man achter het zogenaamde Engelandspiel. In deze spionnenoperatie werden agenten uit Engeland direct bij aankomst in Nederland gearresteerd en jarenlang gebruikt tegen de Britse inlichtingendienst. Nu was Lindemans de volgende pion in Giscus' spionnenspel. Lindemans kreeg als opdracht om de staf van prins Bernhard te infiltreren met als dekmantel dat hij contacten had met het Nederlandse verzet. Dat lukte hem. En aan de vooravond van operatie Market Garden was hij er kind aan huis. Er werd bij de planning van operatie Market Garden gerekend op het Nederlandse verzet. Zo werd er een landelijke spoorwegstaking georganiseerd vanaf de eerste dag van de operatie. om het Duitse militaire spoorverkeer lam te leggen. Het was in de context van operatie Market Garden dat Lindemans in de nacht van 14-15 september. ter zuiden van Eindhoven door de frontlinie naar bezet Nederland werd gestuurd om contact te leggen met het verzet. Lindemans nam echter direct contact op met de Duitse militaire autoriteiten om hen op de hoogte te stellen van wat hij te weten was gekomen achter de Britse linies, in het bijzonder in het hoofdkwartier van prins Bernhard. Na operatie Market Garden werd Lindemans verraad in oktober 1944 ontdekt en sindsdien gaat de mare dat hij deze operatie aan de Duitsers heeft verraden en dat straalde weer negatief af op prins Bernhard. Lindemans heeft in zijn positie hoogstwaarschijnlijk kennis gehad van een komend Brits offensief, omdat hij ook op 14 september door het gebied trok waar de Britten hun troepen verzamelden voor de aanval. Het is echter niet zeker of hij op de hoogte was van de schaal van het offensief, hoe het ook zei, de Duitse inlichtingendiensten hadden sowieso al het vermoeden dat de Britten via Eindhoven Nederland zouden binnentrekken. Het is namelijk een kwestie van vele losse puzzelstukjes uit verschillende bronnen. Als het gaat om het achterhalen van de intenties van de tegenstander. Als je op de hoogte wilt blijven, vergeet dan niet om mijn schrijverspagina leuk te vinden en mij te volgen. Ik zal de video's te tijd ook op mijn YouTube kanaal plaatsen, waarvan je de link hieronder in de omschrijving vindt.